Ja, we gaan het nog altijd even houden bij de DJ's. Geen pokerface voor ons, want DJ Weflash zit hier bij ons. Hoe was je optreden hier op Moulin Rock? Ja, ik vond het heel fantastisch om hier te mogen draaien. Ja, het was mijn tweede keer eigenlijk op een groot festival. En ik ben er nog niet gewend. Ik vind het wel echt fijn om te draaien. Je was toch niet aan je proefstuk toe, omdat ik heb gehoord dat jij al mee hebt en gewonnen zelf de DJ contest in Heusden Zolder, als ik het juist heb. Ja. Die heb je gewonnen zelfs, dus ik bedoel, je weet wel hoe het is om te draaien voor waarschijnlijk een groot publiek. Dat is waar, maar ik had het totaal niet verwacht op de DJ contest, want ik zat normaal nog niet in de finale. Ik was eigenlijk gewoon als een invaller en dan gewoon naar daar gegaan met gedacht van... Wow, ik ga hier wat laten zien wat ik kan en waar ik verbeterd ben. En dan win ik dat nog. Dat is heel fijn. Uit een underdog positie vertrekken, meestal is dat een goed teken. Ja, dat wel. Maar ik moet nog veel leren en veel oefenen. Moulin Rock, volle tent. Hoe voelde dat aan voor u? Geweldig. Echt één woord. Magnifiek. Dat het publiek goed mee, goed reageerde op je muziek? Zelfs heel goed, want toen de muziek uitviel... ik weet niet door welke redenen, maar het was geweldig. Ze schreeuwden, ze zongen mee. Het was echt fantastisch. Allee, ik zie dit voor de eerste keer en ik wil eigenlijk nog meer hebben nu. Oké, nog meer stroompadden en zo, dat mag ook. Ja, dat mag al ook. Nog meer gaan we dan zien op Tomorrowland of zo, of Laundry Day of wat u maar wil. Daar wil ik wel ooit op staan. Maar moet ik zeker nog heel veel leren en heel veel verbeteren. En ook misschien nog eigen muziek gaan proberen te maken. En dan zien wat ermee komt. Oké, voor en na de stroompannen, wat voor muziek draaide je dan? Groove, electro, house, progressive. En dan beste electro voor de sfeer te maken. Ja, ondertussen zit je ook bij een boekingskantoor. Hoe ben je daar eigenlijk terechtgekomen? Door het winnen van de DJ contest natuurlijk. Die mannen zaten in de jury en ze zijn ook wel toffe gasten. En ben ik nu bij Pro Store terechtgekomen. Even onder ons, hè, uw baas is niet aan het kijken. Is het een fijn boekingkantoor? Ja, dus. Heel fijn. Hoe lang zit je nu al in het vak van het draaien? Ik ben begonnen toen ik 12 jaar was. En toen had ik met de laptop begonnen. En sinds vorig jaar november heb ik mijn Pioneer set gekocht. En ben ik dan beginnen te draaien met cd's. Dan na een half jaar win ik een DJ contest. Dan kun je het niet geloven. Ja. Oké, we hebben het even over het verleden gehad. Nu de toekomst. Waar zie jij jezelf staan over 10 jaar? Goh. Ik zou het echt niet weten. Nee? Echt niet. Waar droom je van? Tomorrowland zeker. Pukkelpop mag ook. Laundry Day? Laundry Day. Een aantal clubs. Illusion. Ja, dat mag allemaal wel komen. Maar nog even tijd. Oké, heb je op dit moment al DJ's waar je later misschien mee gaat draaien, zogezegd? DJ's waar je nu nog naar opkijkt, maar je weet later als je bekend bent waar je mee samen gaat draaien. Dan denk ik dat die DJ's denk ik al versleten zijn. wie weet. Nog een laatste vraag. Als mensen meer willen horen van jou, waar kunnen ze dan terecht? Op mijn Facebook fanpage, DJ Weflash. En binnenkort komt er ook nog een site van de Pro Store uit. Oké, en daar kunnen ze dan daar kunnen alles, ze vinden alles zien. Over DJ Weflash. Ja. Bedankt. Graag gedaan. Nu om even terug te gaan naar Pro Store. Ze hebben hier een partytent staan en we gaan daar nu verbinding mee maken. Gate 6. Pick up your weapons and...